ben Sophie de Ruiter en ik studeer aan de Master Kunsteducatie op de Fontes Hogescholen. Ik ben muzikus en educator en ben eigenlijk dag in dag uit bezig met muziek en alles daaromheen. Alles muziek. Het is gewoon de rode draad in mijn leven. Dus voor mij is muziek het ademen alleen al. Hoe ik me positioneer is denk ik als muzikus en als docent zijnde, maar wel op zoek naar meer. Ik merkte aan mezelf dat ik als muzikus mijn ding deed en als educator echt heel blij was, maar veel te weinig meer creatief zelf bezig was op dat vlak. Of dat ik de balans daar in ieder geval in miste. Dus de educatie en creatie liepen dan niet altijd door elkaar heen. En in die masterkunsteducatie word ik, naast dat ik educatief alles al doorlopen heb en mijn diploma's heb, juist ook artistiek opnieuw uitgedaagd. En om dat te kunnen combineren, dat is een verrijking. Ik ga me bezighouden met artistieke vrijheid. Ik ben heel erg op zoek naar hoe muzici zich zouden vormen als er wat minder regeltjes waren. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Om te kijken wat dat doet met een muzikant. Ik wil onderzoeken van, nou, waar ligt die artistieke vrijheid voor mezelf, maar ook voor de ander. Muziek, daar leef ik gewoon voor. En, ik kan me ook niet voorstellen dat het er niet meer zou zijn. Ik denk dat ik heel veel zou kunnen missen, maar muziek niet. En door juist op die manier ook in een opleiding daarmee bezig te zijn, is voor mij van onschatbare waarde.